Dag dames en heren, het nieuws van week 51. Bij de Delleweg in Meersen is vrijdag een lichaam gevonden. Een voorbijganger merkte het lichaam op en heeft het bij de hulpdiensten gemeld. Het lichaam is gevonden in een bosgebied. De politie heeft vrijdag onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Ook is gekeken of het om een misdrijf gaat. Het lichaam is door de voorbijganger rond 10:30 opgemerkt. De brandweer assisteerde de politie ter plekke. Een groot gedeelte van de Delleweg werd vrijdag afgezet. Meer informatie is niet bekendgemaakt. In 2010 was al bedacht wat ermee ging gebeuren, maar pas in mei 2022 is er gestart met de bouw van het zorgcomplex dat in Ulestraten gebouwd gaat worden. Het bedrijf Bots Bouwgroep, dat aan deze bouw begon, heeft het hoogste punt bereikt en dat is reden voor een feestje. Dit wordt een gebouw voor intensieve ouderenzorg. Dat wil zeggen ouderen met een toch wel zware zorgindicatie die hier permanent kunnen verblijven. Het gebouw is hier gebouwd. Dit is een idee van de gemeente en woonstichting Meersen. Dateert vanaf 2010. Het onderzoek is gewoon gebleken uit bevolkingsonderzoek dat er een grote vraag is naar ouderenwoonzorg. Heeft al het initiatief geleid voor dit plan. We zijn jarenlang bezig geweest om snelheid in deze projecten te krijgen. En we zijn blij dat het uiteindelijk nu gelukt is. Ja, fantastisch. Ik ben hier nu de eerste keer en ik ben wel onder de indruk van hoe hard hier gewerkt is en hoe het er nu uitziet. Dus ja, zeker. Ja, voor Ulestraten is het heel belangrijk dat we aan het bouwen zijn geslagen. Want op dit moment zien we dat heel veel ouderen met name vertrekken naar Maastricht of naar Beek. En die willen allemaal graag hier in Ulestraten blijven wonen. En hoe meer bouwontwikkelingen zijn, hoe meer vertrouwen er ontstaat. Dat ook voor de verschillende belangengroeperingen en voor de verschillende leeftijdsgroepen bewoning mogelijk blijft in Ulestraten. We hebben natuurlijk een opgave ook, hè, in het realiseren van woningen en ook als het gaat om zorgwoningen. Dit is natuurlijk heel specifiek voor oudere mensen met een zorgvraag. Dus het is heel mooi dat het op deze plek gerealiseerd is, absoluut. Ja, wij zijn heel blij. We zijn vooral blij voor alle betrokkenen in Ulestraten en de gemeente Meersen. Die hebben heel lang moeten wachten. Zowel de gemeente, de bewoners, omwonenden. Wij zijn gewoon heel blij dat we nu vandaag het hoogste punt kunnen vieren en over een maand of acht hier de deuren kunnen openen. Pastoor Theo van Galen heeft in een interview met Meer Vandaag teruggeblikt op zijn eerste dikke jaar als pastoor in Meersen. De processie en de octaafviering van dit jaar spelen daarbij een belangrijke rol, maar plaatst hij daar ook een kanttekening bij. Achteraf kreeg ik terug naar een geweldig mooi octaaf, waarbij ik wel eens dacht het had her en der wat drukker mogen zijn. In welk opzicht? Nou, elke dag waren er diensten aangeboden. Ik heb ooit gedacht, toen ik naar hier kwam, nou die mensen hebben natuurlijk de basiliek van het sacrament. Dus als er iets rond het sacrament gebeurt, dan zal dat ook nog wel mensen trekken. Maar dat was... Ja, het woord teleurstellend mag ik niet gebruiken. Dat doe ik alle mensen pijn die niet gekomen zijn. Maar ik had er meer van verwacht dat ze daar actiever zouden zijn geweest. Dus ze zijn wel voor de kerk zeer gevoelig. Daar moet ook niks aan gebeuren. Dat is heel helder. Maar het aanbod van liturgie is niet meteen iets waarvan ik heb gezien dat het nou meteen ook massa's enthousiasme teweeg brengt. Mm-hmm. Dat was een aparte belevenis. Maar het octaaf als zodanig, ja, dat was buitengewoon. En met name, moet ik erbij zeggen, de processie. Dat was indrukwekkend. Ja. Ik heb ook gezegd tegen iedereen die het wilde horen, en als ze het niet wilden horen, dat is wat anders. Maar ik heb nog nooit zo'n mooie processie gelopen als hier. Okay. In 40 jaar priesterschap. Dus dat heeft indruk gemaakt? Dat was echt buitengewoon, ja. Voor mij is kerstmis de geboortewieg van mijn roeping tot priesterschap. Ik heb dat vaker wel eens verteld, ook bij de nachtmis. Dat mensen ook wisten in een andere parochie, na verloop van tijd. Dat ik ooit als een ongelovige student de nachtmis maar bijwoonde. Om de vakantie van mijzelf in ons gezin van toen niet te verpesten. Dat ik met hangen en wurgen toch maar naar die kerk werd gestapt.
En daar overkwam het mij dat ik opeens besefte van, goh, hij is er echt. Hij is echt. God is echt. Hoe heeft u dat ervaren dan? Ja, hij was er, punt. En zo meteen op Meer Vandaag het hele gesprek met pastoor Theo van Galen. Fotograaf Aaron Nijs kreeg een hele bijzondere opdracht. Foto's maken vanuit de lucht. En dat leverde mooie plaatjes van onder andere onze gemeente op. Ik sta hier op de luchthaven en ik ga zo het vliegtuig in en dan ga ik luchtfoto's maken. Er zijn een aantal opdrachtgevers in mijn klantenkring die op regelmatige basis luchtfoto's nodig hebben van projecten in de stad. Een daarvan vandaag is, we gaan een rondje over Meersen en we gaan een rondje over de Groene Loper. Waar het echt mee begint is een goede voorbereiding. Dus kijken op Google Maps welke plekken je moet hebben. Zodat je het ook makkelijk vanuit de lucht kunt oriënteren waar je bent. Zodat je de goede plekken hebt. Het is vandaag redelijk rustig weer. Dus het zal een rustig vluchtje worden. Maar ja, het kan ook in de winter flink waaien. En dan met turbulentie. En dan is het toch wel redelijk heftig om te vliegen en tegelijkertijd foto's maken. De piloot vliegt, maar ik zit ernaast. Het raampje gaat dan open en dan is gewoon de camera uit het raampje. En dan foto's maken en proberen zo stil mogelijk te blijven zitten. Er zijn natuurlijk genoeg safety checks voordat je weggaat. Het enige wat echt wel eens gebeurt is dat iemand achterin zit en die dan misselijk wordt. Maar daar hebben we speciale zakjes voor, dus dat komt er wel goed. Is dat jou ook wel eens gebeurd? Dat is mij nog nooit gebeurd, nee. Het is een kwestie van goed doorademen, niet als je foto's maakt. Je adem inhouden, gewoon rustig blijven ademen. En een beetje het vliegtuig volgen waar die naartoe gaat. Als je een beetje door hebt, als je vaker gevlogen hebt, weet je hoe die bochten gaan. En dan kun je daar een beetje op inspelen en dan gaat het wel goed. Mocht je het goed zien. De Qualf, de historische tuinen bij kasteel Vliek in Ulestraten, gaat er weer precies zo uitzien als 100 jaar geleden. Er wordt een nieuwe fruitboomgaard aangeplant, de muren om de tuinen worden gerestaureerd en er komt een nieuw hekwerk. Daarnaast staat er een serre op de planning, zodat het hele jaar door educatieve programma's kunnen worden gedaan. Dit is mogelijk door de subsidie die de Qualf krijgt. Een anonieme gever heeft aan de gemeente meer dan 7000 euro gegeven om kinderen die rond de armoedegrens leven te laten sporten. Wethouder Sport Inge Smeets en burgemeester Mirjam Clermonts hebben de donatie in ontvangst genomen. Door deze mooie gift kunnen we kinderen de kans bieden om duurzaam in beweging te komen, schrijft Smeets in een reactie. De gemeente verstrekt gratis afvalzakken voor afgestoken vuurwerk. Deze kunnen afgehaald worden bij de milieuparken in de regio. De gemeente waarschuwt om vuurwerkafval niet te laten liggen, omdat kinderen vaak op zoek gaan naar vuurwerk dat nog niet is ontploft. Daarnaast moet het vuurwerkafval eerst goed nat worden gemaakt voordat het weggegooid wordt. En tot zover deze laatste nieuwsuitzending van 2022. Op 1 januari 2023 zijn wij er weer met een nieuwe uitzending van Meer Actueel. En zometeen na de reclame een herhaling van de Kerstnachtmis. Ik wens u nog hele fijne kerstdagen en gezond 2023. Dag!